Het besluit van de burgemeester leidt tot verontwaardigde reacties bij journalisten. Commotie over noodbevel. De burgemeester heeft een maatregel genomen waardoor wij niet konden doen wat we namelijk moeten doen. En dat is vrije nieuwsgaring en de burgers informeren over wat er aan de hand is. Wat had u het liefst gebracht gisteravond dan? Gewoon wat daar gebeurde. En het grap is dat in Luttelgeest staat al jaren een vluchtelingenkamp. Daar is nooit iets aan de hand. En deze overspannen reactie van een burgemeester zet deze plaats, dit dorp, in dezelfde reeks als al die andere plaatsen waar veel ellende is gebeurd de afgelopen weken. Dus wat die man heeft bezield is me echt volstrekt onhelder. Hoe zou u dit typeren? Als een inbreuk op de persvrijheid. En dat is een groot woord, maar ik geloof echt dat het hier aan de orde is. Journalisten hebben recht erop, het publiek heeft er recht op om dit soort discussies te kunnen volgen. En noodverordeningen afkondigen om dat te voorkomen is een heel ongezonde zaak. Ja, burgemeester Auke van der Werf is hier. Burgemeester van het Noordoostpolder, waar Luttelgeest onder valt. Welkom, fijn dat u er bent. Uw gemeente heeft vandaag besloten dat de extra AZC er niet komt. Dat besluit is genomen op basis van een bijeenkomst waar geen pers bij mocht zijn. Dus niemand kan eigenlijk controleren op basis waarvan u dat besluit heeft genomen. Ja, het is ook niet een besluit in die zin. Het is, we hebben met elkaar geconstateerd dat we deze weg niet verder op moeten gaan. Het verhaal dat is toch een besluit? Nou, kijk, dan neem je natuurlijk talloze besluiten. Alle dingen die je niet doet, zijn eigenlijk geen besluiten, hè? Wij leggen op misschien wel een miljoen plekken geen AZC's aan, maar dat zijn niet allemaal besluiten. Ja, maar die bijeenkomst ging om de vraag om met bewoners te spreken over, vinden we het acceptabel als er nog meer asielzoekers naar onze gemeente komen? Die vraag lag voor en daar wilde u de bewoners over spreken. Ja, er was een vraag bij ons neergelegd door het COA. Zijn jullie bereid om na te denken over uitbreiding van het AZC? En wij vonden dat op zich een gerechtvaardigde vraag. We willen ook graag meewerken aan de vluchtelingenproblematiek. Maar voordat we die vraag willen beantwoorden, willen we eerst spreken met de mensen die in de onmiddellijke omgeving wonen. Die hebben we uitgenodigd. Afgelopen dinsdag hebben die allemaal persoonlijk van ons een brief gekregen. Het waren iets van 30 adressen. Die hebben we uitgenodigd en daar hebben we gisteren het gesprek mee gevoerd. Ja, en u had op voorhand besloten, daar mag geen pers bij komen. Dat klopt, dat klopt. En dat is even de discussie waar het vandaag over gaat. Of u daarmee met dat besluit niet de persvrijheid in de weg bent gaan staan. Ja, dat vind ik ook goed om het daarover te hebben. Waarom doe je dat? Ik vind het van belang, wij als college vinden het van belang dat je serieus omgaat met de geluiden die de mensen die direct te maken hebben met het AZC naar voren willen brengen. En we willen dat dat in alle rust, in alle veiligheid kan gebeuren. En niet in het licht van de camera's en met de schrijvende pers op je hielen. Ja, dat was uw inschatting. U weet niet of de bewoners dat ook zouden willen. Waarom heeft u dat niet gewoon aan de bewoners zelf gelaten? U weet in deze discussies dat het een kwestie van timing is. Als je te vroeg iets gaat vragen, dan staat al in de pers dat bekend is waar het AZC gaat komen. Dan krijgen wij het verwijt, u communiceert via de pers, waarom spreekt u niet rechtstreeks met ons? Waar wij voor gekozen hebben en wat ik ook beloofd heb aan onze bevolking, u hoort het eerst van ons en daarna gaan we het pas met de pers communiceren. En in die volgorde hebben we dit ook gedaan. Ja, maar u had ook die bijeenkomst kunnen organiseren en gewoon aan de bewoners zelf kunnen vragen hoe daar mee om te gaan. En al zouden bewoners geen camera's erbij hebben willen hebben, waar nog misschien iets bij voor te stellen is, dan zou je alsnog kunnen zorgen dat zo'n bijeenkomst, die gaat, dat is toch een voorbode van een democratisch besluit. Ja. Dat daar andere vormen van pers aanwezig zouden kunnen zijn. Ja, maar dan is het misschien goed dat ik u nog het u nog het vervolg vertel. Nadat we deze bijeenkomst gehad hadden, was de bedoeling dat we 3 bijeenkomsten zouden hebben. Nu komende donderdag in de dorpen Band, Luttelgeest en Kuinderen. De 3 dorpen om het AZC heen. Dat zouden openbare bijeenkomsten worden. Mocht iedereen komen, mocht de pers Ja, maar pers u heeft al een besluit genomen op basis van een bijeenkomst waarvan we van u maar moeten aannemen hoe dat is gegaan. En daar is het besluit op genomen. Daar heeft de pers niet zijn controlerende functie kunnen uitoefenen. Van tevoren hebben we het daar ook met de raad over gehad. Ik heb de raadsleden, de fractievoorzitters heb ik uitgenodigd. Ik heb met hen doorgesproken hoe we de avond in zouden richten.
En ook alle fractievoorzitters waren erbij aanwezig. Dus dat democratische proces is op die manier geborgd. Nee, maar wat blijft... De pers heeft natuurlijk een rol in het democratische proces beoordelen, vastleggen en mensen informeren. Ja. Klopt. Maar dan is de afweging die wij gemaakt hebben, is wat is nou belangrijker, die vrijheid van de pers, de aanwezigheid van de pers, of de veilige, rustige omgeving waarin je bijna één op één met elkaar kunt spreken. Ja. Maar u bent daar wel heel ver in gegaan, want u heeft niet alleen gezegd er mag geen pers binnen, er mocht ook geen pers buiten. Want wat normaal gesproken nog gebruikelijk is met besloten bijeenkomsten, dat je dan nog op voorhand en achteraf mensen kan vragen hoe het is gegaan. Ook dat was niet mogelijk. En daarvan zeggen ook deskundigen dat dat echt te ver ging. Laten we even luisteren. Als het gaat om de pers te weren na afloop en voorafgaande aan de besloten bijeenkomst, ja, dat kan niet. Hij kan niet in een noodbevel de persvrijheid beperken. En dat is een grondrecht dat is vastgelegd op het niveau van de grondwet. Is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens. Dus dat gaat wel ergens over. En ja, die pers die oefent een hele belangrijke functie uit in een democratie. En dat wordt keer op keer bevestigd door rechters. Dus als een burgemeester daaraan zit te tornen, dan heeft hij wel een probleem. Ja, deze burgemeester is hier. Accepteert u die media als controleur van de democratische besluitvorming? Ja, ik ben bijna 20 jaar actief in het openbaar bestuur. En natuurlijk moet je de pers en wil je de pers zoveel mogelijk betrekken. Hier ging het over het allereerste gesprek dat wij hadden met een kleine groep van direct omwonenden. En daarvan hebben wij geoordeeld... Dat willen we in alle rust en alle vrijheid doen. Dat heeft u op voorhand gedaan. Als u nu even terugkijkt naar dat besluit en de commotie die daarover is ontstaan... en toch harde woorden over grondrechten. Verwijt u uzelf dan iets? Als ik van tevoren had geweten dat al deze commotie het gevolg zou zijn... dan had ik er graag nog eens eventjes wat ruggespraak over gehouden. En misschien wel juist op dit gevoelige dossier. Want ja, je zou ook kunnen zeggen, u voedt juist het wantrouwen. Ja, en wat jammer is dat, want dit hebben we nou zo zorgvuldig voorbereid. Echt, hebben we hier enorm veel tijd aan besteed... om een zorgvuldig proces met elkaar af te spreken. Maar daarbij de grondrechten een beetje uit het oog verloren. Ja, nou... Ik vind niet dat je het zo groot moet maken dat hier grondrechten met voeten getreden worden. De pers is welkom. Ik had met Omroep Flevoland de afspraak dat ze om 11 uur vandaag een gesprek met mij zouden hebben. Ja, maar dan moeten ze u op uw blauwe ogen geloven. Dat is natuurlijk een wezenlijk verschil met daarbij aanwezig zijn. Maar ze hadden ook alle mensen die erbij aanwezig waren, hadden ze dat mogen vragen. Maar niet op de avond dat we met elkaar het gesprek aangaan. Want ik vind, en ik merk dat hier ook, als de camera's op je gericht zijn, dan reageer je anders dan wanneer je dat in een vertrouwde setting kunt doen. U gaat het in de toekomst vast anders doen. Elke van der Werf, hartelijk dank voor uw komst en commentaar.